De troep die de bladeren van de lindenbomen achterlaten, vinden ze verschrikkelijk. Mevrouw Muller heeft maar een hoes om haar auto gedaan. De rotzooi die uit de bomen komen, nou dat is niet normaal. Het plat. En je moet, als je hem 1 uur gewassen hebt, dan kan je hem om 3:30 kan je voorramen weer schoonmaken. Aan de schoenen die blijft het nu. En mijn buurvrouw en ik die gaan elke keer blazen op de zuigen. Maar binnen een kwartier ligt het er weer. Ja, het is gewoon 1 woord verschrikkelijk. Ook haar buurman Henk Arends, die in een rolstoel zit, heeft behoorlijk last van het plakkerig spul aan zijn banden. Ja, dat is een rampje, joh. Moet je kijken. Dat neem je mee naar huis. Het pikt, het komt thuis op de vloer, het komt overal op de vloer. Handig borsteltje. Ja, maar je krijgt het er bijna niet af van. Nou, Dekker had mij vorige week alweer gebeld voor de veiligheid. Toevallig of niet, komt net de glazenwasser langs. En die heeft het behoorlijk druk. Het is stervensdruk. Vooral vanwege hier de vieze bomen. De ellende, hars, troep. Is niet te werken. Is het een beetje makkelijk schoon te maken? Nee, die hars is bijna niet van de ramen af te krijgen. Het is vuiligheid. Hoe ernstig is het eigenlijk? Hoeveel klanten heeft u hier? Ik heb hier op de rij een stuk of 8-9 klanten zitten. Waar ik normaal gesproken eens in de 8 weken kom. Maar de laatste maanden elke 4 weken moet komen. Heeft u nu al actie ondernomen? Ik bedoel, de gemeente gebeld? Nee, dat heeft toch geen zin. Want ik heb ze nog nooit hier gezien. En ze hebben vorig jaar of 2 jaar geleden Tisluis, hebben ze lieve heerbeestjes in zakjes aan de bomen gehangen. Dus misschien een windkracht 8 of 12.